Heb je een leuke stelling? De Hot Coffee Show. Jongens, welkom bij de Hot Coffee Show. Goedenavond. We nemen tegenwoordig 's avonds op met Marcel, want die heeft overdag een baan. Ja, het harde werk in de leven inderdaad. Ja, dus ik werk nu ook op dinsdagavond. Nou, prima, gezellig, leuk. En we dachten, laten Marcel en ik weer eens een Hot Coffee Show doen, want Marcel en ik hadden een beetje vibe met deze stelling. Ja, inderdaad, ja. Ik kreeg meteen allemaal lugubere rillingen en zo. En flashbacks, ja. Holy shit. Ik ook. En Jaslan NL, daar komt de stelling van. Hij zegt, gaming is meer geaccepteerd. We maken er ons minder druk om. En vroeger was er veel meer... Controversie. Rondom games, ja. Goed gezegd. Ja, moeilijk woord even vergeten. Ja. En Mars en ik gingen even nadenken, terugdenken in de tijd. Maar er is heel veel controversie geweest. En ik mis het. Nou, ik mis het niet. Goddank. Maar het lijkt inderdaad alsof het een beetje in de luwte is. Ja, het lijkt ook af te zwakken. Want vroeger had je bijvoorbeeld een hatred die heel veel negatieve reacties kreeg, zeg maar. Dat was inderdaad de laatste. Maar daarvoor had je de martelscène bij GTA 5. Die was redelijk heftig. Dat je tanden uit iemands gezicht moest trekken. Ja, vond ik ook heftig. Vond ik oprecht heftig om te doen ook. Ja, die vond ik ook. Dat ik zo, oh, moet dit? Dacht, ja, dan nou ik toch in. Oké, dat... ja. Hij is dood. Maar, daarvoor natuurlijk de bekende Call of Duty... vliegtuig, of in ieder geval de airport scene. Ja, die is echt ik heftig. Vond dat ook oprecht belachelijk. Wow, ik zat er en ik had zo van, dit moet. Ik zat op die gasten te schieten eerst, die mensen doodschoten. Had ik ook helemaal geen zin in. En toen dacht ik van, oh, ik moet de mensen neerschieten. Ja. Heftig. En daarvoor had je het hele Jack Thompson verhaal met GTA San Andreas en Old Coffee Mod. En waar deze show zijn naam... Bedankt. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ooit kwamen we met het idee van we moeten Hot Coffee mokken maken. Dat hadden we net store. En toen is daar de Hot Coffee Show uit ontdaan. Nou, goed. Ah, en, een mooie no. Ja, dat is een mooie no. En anyway, dat was daarvoor met Jack Thompson, die onze oren van het hoofd aanhoorde op verschillende programma's in de Amerikaanse televisie. Jack Thompson is an attorney and video game expert. Guys, good morning to both of you. If it's an outlet, why do we need beating up people, shooting people, getting points for killing cops, hanging out with hookers and pimps as an outlet? Absolutely. I'm not going to defend every aspect of it, but just like a Hollywood blockbuster. I mean, that's people go for the entertainment value. What this basically is putting you in a big time Hollywood production. Er zijn nog steeds dingetjes van mensen om zeuren. Alleen ik vind ze minder heftig dan vroeger bijvoorbeeld zo'n Call of Duty. Want laatst was er niet controversie, maar er was veel gezeik over dat een poppetje in Overwatch, Mei heet ze, die had een kostuum gekregen, een Chinees nieuwjaar kostuum. Ten eerste vonden mensen dat kostuum vonden ze racistisch, want het mogen alleen gedragen worden door Chinezen tijdens Chinees nieuwjaar. En ten tweede was Mei in één keer dunner dan eerst. Ze was eerst redelijk gewoon normaal, zeg maar. Hè? Gewoon gezet, zoals een vrouw normaal is. Hoe zeg je dat? Ja, weet je, iets dikker. Gewoon iets gewoon normaal. Gewoon normaal, vol slank. Ja, inderdaad. Ja. En daarna was ze in één keer vol slank. En mensen al van, ja, ik kon me eigenlijk identificeren met haar. En nou maken jullie haar ook al zo'n modelletje. Ja, weet je wel, in de breedte is aandacht. Allemaal in de breedte snijden. Ja, ik zag er ook niet in game, vooral Pornhub. En en we hadden onlangs nog de female Gamergate. Maar ik ga iets heel saillant zeggen. Ik vind dat er af en toe wat meer controverse mag zijn. Er is de laatste tijd, heb ik zoiets van, het is allemaal wel een beetje oppervlakkig, zeg maar. Vlakte. Niemand durft meer echt die stap te zetten van, oh, edgy. Toch? Nou. Oh, je weet het niet? Nou ja, games van de... moet ik even nadenken. Games van de laatste tijd die edgy zijn. Ja, die echt waarvan je denkt van zo, dat was nog wel heftig. Nou ja, de laatste Doom bijvoorbeeld was al echt een heftige game. Die was wel bloederig inderdaad. Die was heel bloederig. Maar dat zijn demonen, weet je. Dat kun je nog wel zeggen van, dat zijn hier. Nou, ik vergeet die nog steeds een heftige game. Maar ik vind wel dat ik heb ook het idee dat men... Kijk, de gamen veel meer mensen, dus je kan er ook niet meer omheen. Ik bedoel, en de gemiddelde leeftijd van gamer... Van de gamer zit in de 30, hè. Dat is helemaal niet meer voor kinderen. Is dat zo? In de 30? Ja, absoluut. En... maar wat ik wel vervelend vind, is soms vind ik het wel dat er iets meer aandacht mag komen. Bijvoorbeeld Call of Duty en The Kids. Want volgens mij wordt Call of Duty tegenwoordig nog maar exclusief en alleen gespeeld door 16 jaar en jonger. Inderdaad, ja. En ik heb ook het idee dat Activision daar heel erg op market. Als ik de reclames op YouTube zie. Dan lijkt het inderdaad wel naartoe te gaan. Maar vind je niet dat daar dan wat meer controverse om mogen? Want ik begrijp me niet verkeerd. Ik vind dat als jij 14 bent, dat je GTA 5 gewoon niet moet spelen. Nee, ik zal je laatst vertellen. Mijn neefje, toen hij 11 was, speelde hij al GTA.
En toen was hij GTA aan het spelen. Ik zei van, oh, bijna toen was hij gewoon een beetje aan het rijden. Ja. Maar was hij tijdens een missie, stapte in één keer zijn auto uit. Ik zei, ja, maar je moet naar dat punt toe rijden. Ging hij een honkbalknuppel pakken om iemand in elkaar te rossen op straat? Want dat vond hij dan leuker. Ja. Hij ging naar de hoeren om zijn HP terug te krijgen. Om vervolgens die hoeren dood te slaan, zodat hij zijn geld weer terug kon krijgen. Toen dacht ik ten eerste, toen dacht ik, hoe denk jij hierover na? Hoezo weet je dit? Het was best wel heftig. Ja. Maar, als tankstations aan het opblazen en zo. Ja, zo nou, oh. Zijn er geen studies die zeggen dat mensen gewelddadig worden van games. Maar ik vind gewoon sowieso, als ik kinderen had gehad, gelukkig ga ik ze nooit krijgen, maar dan had ik ze, dat voor mij niet gemogen hoor. Als je 11 bent GTA spelen. Ja, GTA vind ik ook dan wel heftig. Maar weet je wat het is bij jonge kinderen, zoals ik het hoor? Is dat iedereen daar speelt Call of Duty. Als jij geen Call of Duty speelt, dan ben je gewoon het sukkeltje van de klas. Het sukkeltje van de klas. Oh, I see him. Come back. Shit! My little ghost nerd! You do something else I don't do literally in 2 seconds! Dus je kan wel. Als je op gaming zit, ben je gewoon een loser als je... Nee joh. Dat is ook niet helemaal waar. Maar we hebben wel minder Call of Duty spelers dan ik op YouTube tegenkom. Ja. Merk ik altijd. Ja. Ja, je hoort er niet meer bij. Dat geldt ook voor FIFA. Nou is dat redelijk onschuldige games. Al moet ik zeggen dat de studies show dat mensen agressiever worden van FIFA dan van Call of Duty. Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Ja, hoezo? Ja, nee, omdat ik ook heel vaak agressiever word van FIFA dan Call of Duty. If they score now, they'll get in front of me angry. Oh my god! Met FIFA, af en toe jongen, dan maak je een paas. Dan denk je van, nou, deze heb ik al 1000 keer gemaakt. Geen probleem. En dan in één keer een zwabberbal of helemaal raar. Of het werkt allemaal niet zoals je wil. Of ze kappen de verkeerde kant op. En dan zie je, ja. Begint alweer een beetje gefrustreerd te worden. Mijn controle vliegt wel eens door de camera. Ja. Maar je hebt nog steeds hiermee. Ik vind dat er soms wel wat meer controverse mag zijn. Niet te veel, maar af en toe mogen papa's en mama's best wel eens druk maken over waarom er reclame wordt gemaakt voor kinderen voor dat soort games. Vind je dat ook? Of vind je dat eigenlijk wel goed zo? Laat maar zo, is prima. Nou, je doodt het toch niet tegen. Yeah. Nee, ja, we streamen zelf natuurlijk ook. Dus ik begrijp dat ik er ook debet aan ben. Maar net zoals bijvoorbeeld een Overwatch. Dat vind ik een hele kindervriendelijke shooter eigenlijk. Want ze schieten allemaal blauwe belletjes en andere kogels. Het is allemaal niet echt behalve soldaten. En die aap misschien... die vroegen zelf om. Ja. Harambe, jongen. Ja. Precies. Nee, maar het ligt er een beetje aan. Je kan natuurlijk niet zeggen van het ene wel verbiedt het andere niet. Call of Duty vecht je ook tegen robots. Nee, maar het is verboden. Hè? Jij mag als winkel niet een game voor 16 jaar aan ouder verkopen aan iemand die jonger is dan 16. Nee, oké. Okay, maar wij merken met de tuk-tuk, dat deed Marcel ook. Dan hebben we Call of Duty hebben we gehad op de tuk-tuk, Call of Duty. En dan moesten we vragen toestemming van de ouders voor die kiddo's. Nou, die lachten ons uit dat we al om toestemming vroegen. Maar dat moet wettelijk, hè? Dat voor heel veel ouders is het ook gewoon prima. Het is gewoon, die zeggen gewoon van, ach, mijn kind, die is al 16 keer prestige geweest in Call of Duty. Ja. Dan mag je echt weer een keertje spelen, hoor. Misschien moet ik me niet druk maken. Misschien niet. Misschien hebben we over 20 jaar allemaal schietende mensen op straat. Ja, maar dat is dat dus niet zo. Want het is bewezen dat niet zo is. Alleen, ik ben echt oprecht heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ook Jaslan zelf. Want er is minder controversie, maar vinden we niet dat het misschien een beetje te weinig is. Dat het te makkelijk wordt gedaan. Inderdaad, je van mensen schieten elkaar dood. Oh ja, ja, prima. Wat prima is als je 18 plus bent, maar het gaat maar meer om dat gericht op kids. Ja. Laat het even weten wat je ervan vindt. En... Drop een nieuwe stelling onder in de reacties. Ja, want er waren deze week heel veel stellingen, ook op YouTube. Dankjewel, super YouTube. Tof. Echt, we hadden genoeg. Ja, het is raar, maar waar. En ook op Games, veel stellingen. Onwijs bedankt ervoor. En hou dat vast, we willen nog meer stellingen. Want we konden deze week echt kiezen. Super awesome, uit heel veel stellingen. Ze waren bijna allemaal tof. En ze waren bijna allemaal tof ook. Dus we hebben weer een beetje een revival van Hot Coffee Show. Inhoudelijke goede stellingen. Dankjewel ervoor. En voor de YouTube-kijkers, die luisteren vooral naar Marcel. Abonneren op het kanaal, blauw duimpje. Ga naar Raam en Waar. Doe daar ook alle video's liken. Ja, subscriben, reacties achterlaten. Vooral alles geloven Instagram. Wat ze zeggen ook. Ik zeg niet dat je iets moet geloven. Ik zeg alleen, wat denk jij? Ah, oh, dus mooi. Zullen we het ook met deze stelling doen? Ja, wat denk jij? Oké, wat denk jij? Wat denk jij? Tot de volgende Hot Coffee Show.